Ja, vrienden, wat mij nu net gebeurt, ja, nou ja, dat ga ik jullie zo laten zien. Maar ik ging dus wat eten, even met mijn vrouw, en die nam een vriendin van haar mee, Andrea. Nou, en die kwamen in gesprek over mannen die wel of niet de broek aan hadden of hebben. Ja, dus daar ging het over. Dus ik zei op een gegeven moment, ik zei, nou ja, luister, ik heb wel mijn idee. Ja, zo leef ik dan. In mijn idee heb ik wel een behoorlijk deel van het jaar heb ik de broek aan. Dacht ik bij mezelf. En denk ik bij mezelf. Maar ja, wat er toen gebeurde daar, terwijl we zaten te eten. Nou, moet je daar maar eens even goed naar gaan kijken. Vrienden, daar zit ik dan. Kijk hier wat hier zit. Kijk, Giebel begrijpt te staan. Ja. Want ik ga jullie vertellen wat ik ging zeggen. Kijk, Giebel de Geitenstein. Ja, want ik zei dus dat ik thuis de broek. De korte broek. Dat ik thuis wel de broek aan had. Nou, ja. Hier, moet je eens opletten met de dames daar. Ja, ik zei dat ik zei tegen Mirjam, dat is heel knap dat hij dat denkt. Ja, kijk, daar had hij die tijd vandaan. Kijk, daar heb je het. Kijk, daar zit een probleem. Ja, want het is nou. Ja, dames. En dan ben ik zo verschrikkelijk uitgelachen van, hoe kom je er nou bij dat jij de broek aan hebt? Je zit hier met een paar mannen aan tafel. Dat is knap werk van Mirjam, dat hij dat denkt. Dat is echt knap werk. En ze lachten mij dus, maar dat zien jullie wel. Dat is al een hele tijd aan de gang hier. Die lachten mij keihard uit onder het motto. Wat denk jij nou? Oh, ik ga even afrekenen. Dus. Ja. Maffet, joh. Oh, ze gaat de gaten vandoor. Nou, zo zie je. Ja. Dus ik maar denken. Ik heb de broek aan thuis. En dat wordt gewoon mannen. Ja. En dat is hem. En het wordt volkomen weggelachen. Dat is hem. Nou, jongens. Het zijn zware tijden voor ons.